Een groep van ongeveer 25 ouderen uit Pijns en omgeving gingen woensdag samen uit eten in eigen dorp. De gezamenlijke maaltijd in het dorpshuis moet de leefbaarheid en de zelfredzaamheid vergroten. Het is de bedoeling dat het uiteten in eigen dorp ongeveer één keer in de maand georganiseerd zal worden. Het is een initiatief van Noorderbreedte en serviceorganisatie Nienke samen met Dorpsbelang Pijns en Maaltijdservice Friesland. Het is de bedoeling om de maaltijden in alle dorpen van Franeker-Adeel te gaan houden. Naast het sociale contact is er tijdens de maaltijd ook een adviesfunctie, waarbij onderwerpen zoals de WVG-pas, de aanpassing van woningen of belastingaangifte ter sprake kunnen komen. De stemming zit er goed in. Ja, dat is, ze zijn al heel enthousiast. Hè? En vooral als ze straks aan het eten beginnen, hoe ze het dus net eten te zieren. Hoor. Het gaat om 25 ouderen uit Pijns en om jou, begrijp ik. Ja, er zijn een paar ouderen uit de omringende dorpen. Skalsum, Smoins, Rieën. Voor de rest Slappeterpen, een stel heb ik begrepen. Het is een eerste opzet. Er zijn eerst instantie om die dorpen kozen om Pijns heen, om het eerst net al te breed te doen. Uw voorzitter van Dwarsbelang die het erachterom was om een meeskink zo volle mogelijk te krijgen. Dus eerst maar zin om, ja, hoe is het animo? En het kan alleen maar uitbreiden dan. Gezelligheid en ik een beetje nuttig. Gezelligheid staat denk ik met deze bijeenkomst voorop. Gezelligheid vooral in de sfeer om een meisje uit het isolement te halen. Dat ze weer een keer met me kan praten. Ik met oren meisje kan praten. Dat ze misschien van vroeger wel kennen. Hebben misschien wat zien. De meisje heel kort zien hier al net jongen. Omdat ze in oren plakken zitten en net zo mobiel binnen. Dus het is vooral om die gezelligheid erbij te krijgen. Ik informatief. Mooie gastsprekers. En nou, het is een machinaal. En dan eerst ik op een gegeven moment elkaar helpen, steunen. Hoe hebben we maar de problemen met ze maar rennen en der oplossingen voor Siggy. Gerda Goudberg van de serviceorganisatie Nienke. Tegermaai Noorderbreedte, ben je de organisator van deze iterij? Ja, wij zijn een organisatie samen met Noorderbreedte. Noorderbreedte Nijbetanië. Wij hebben het initiatief genomen om te zeggen van de leefbaarheid in de Lietse dwarpjes, maar we vergrutsen. Meest kunnen blijven langer thuis, die vereenzaam je en die eten eigenlijk net. En wij dachten zo van, sjen eten, dat eten. Dus we gingen gezellig met elkaar in het dwarpshuis eten. En daardoor krijgen we meer een samenhang in het dwarp. De meisjes vereenzaam je net. En we willen leuke dingen betekenen voor de meisjes. Zodat ze wat meer boeten komen eigenlijk. Hoe vaak worden dit dwan? Nou, we hebben al correcte jaren gekregen het weer een inventarisatieronde dit keer. Dus we hebben al correcte jaren gekregen het één keer in de twee maanden, maar de R in de maand. Dus we starten nu in maart, starten we op mei. En dan in maart hebben we dan het thema, we hebben elke keer thema's dus. En in maart hebben we het thema belasting. Omdat in april iedereen zijn belastingformulier met in zin. Komt je dan in maart een belastingadviseur die voorlichting je het aan. Meneer Valkerman, je zult ontmiel, zuurkool mooi wast. Ja. Dit lijkt het wel wat, hè? Dat lijkt het meteen goed, hè? Heb ik wat zin aan. Krijg je thuis ook altijd? Ja, wij hebben wat zuurkool. Ja, maar we hebben alle groenten, dus wisselen tegen. Eten ze jezelf, dus. En dat smaakt altijd goed, zegt mijn vrouw, dus dan ben ik wel aardig tevreden wat dat omlaat. Wat vind je nou van dit initiatief? Ja, het is prettig en leuk, maar het moet net al te vaak, want dat is een zeur. We moeten al een beetje doelmatig te werken, daar valt het je altijd af. Deze groep bestaat uit 24 mensen. Het dwarpshuis is net groter vanzelf uit meer mensen omsluiten willen. Hoe maakt dat dan? Dat maar we zien. Ik denk dat er nog wel meer kan eten. Ook het sachet, dan met het spul een kans koud worden. Maar 24 vind ik zelf wel een hele grote groep, maak ik zeggen. Ja, ik ben echt wel een beetje verrast. Ik vond het heel mooi sangrut animo. Dus het blijkt wel dat er wel vraag is. Dankjewel, ik wens je ook smakelijk eten. Ja, tegen dank. Ik hoop dat het goed smaakt. En dat je het los.